Ook staan Carré. Ja, Carré in Amsterdam. We staan in het Carré van Bodegraven. Nee, daarom. Dus wij staan er wel. Hoppatee, hier, tik hem aan, ouwe. Dat moet jij toch ook? 5 jaar geleden ontmoette ik ze hier voor het eerst. Het was mijn eerste radio-interview en zij waren hier toen nog met hun show Een Avondje Bergkamp. Vanavond zijn we weer bij elkaar in een vernieuwd Evertshuis. Ik heb het over Arie Komen en Edo Brunner. Goedenavond. Oh ja, goedenavond. Hey. Ja. Nieuw programma vanavond? Ja, nou nieuw. Voor ons niet nieuw, nee, voor jou wel. Ik kende hem al. En voor de meeste mensen in de zaal is hij ook nieuw. Ja, denk het ook. We deden hem vorige week nog, dus nu is hij echt nieuw. Nee, maar het is gewoon redelijk nieuw. Het is wel een andere show. Op jullie website stond ook dat het getest was op konijnen. Is dat dan anders om het dan op mensen te testen? Is dan toch de angst nog dat het niet gaat lukken? Konijnen hebben een bizar gevoel voor humor. Juist. Dat is gewoon echt, dat je denkt, dat zegt bij de konijnen af. Daarom komt het ook, daarom is het op konijnen test. En we hebben deze show ook een paar keer virtueel getest. Ja. Maar met publiek erbij, dus met echte mensen, is het echt wel... Is het wel toch wel anders. Lastig. Nou, ik moet zeggen, ik denk wel eens van ik kap ermee zo. Ja. Ja, al die mensen die altijd maar zitten kijken, denk, doe mij die konijnen maar weer. Ja, die waren makkelijk, hè? Ja, veel, die en we begonnen er met 2 en daarna er ineens 130. Dan denk ik, zo, oké, volle zaal, dus dat is echt de koele. Harry, ja. Ik ben echt mijn beste vriend, man. Nee, ik ben je enige vriend. Ja, dat ook. Edo is een acteur en... ja, weet je, ik heb... Niet. Nee, ik niet, ik kan niet acteren. Maar Arie kan wel heel... Nou, maar je kan wel heel goed... Andere dingen. Ja. Arie is ook heel goed. Ja, met andere dingen. Met andere dingen. Daarom vind ik ook, ik ben heel goed kan met heel andere goed dingen. Koken, koffietjes halen en zo. Ja, dat doe ik ook. Voor de mensen die er niet bij zijn vanavond, wat hebben jullie tegen ze te zeggen? Ik zo trots op jullie en ook slimme keuze gewoon om lekker thuis te blijven. Ja, en was, AZ Telstar was op tv. Ja, echt spannend. Ja, dat de muren op je afkomen en dat je denkt, hey, is er nog iets anders op de buis? Zullen we daar radio eens aanzetten? Doen? Wil jij nog koffie? Koffie? Nee, doe maar liever thee. Ik woon al 20 jaar met je samen. Had je de suiker in? Ik vandaag niet. Nee, laten we allebei gewoon dezelfde vliestrui aan. Ja, en iets spannends doen. Ga gewoon lekker naar het theater toe. Volgende keer. Gewoon, volgende keer beter, zeg ik altijd kijken, maar. Ja, dan kom je gewoon wel. Maar niet bij ons. Dat is echt een... Of wel? Ja, jawel. Ja? Kom dan ook bij ons. Oké, we zijn vergevingsgezind. Volgende keer mogen jullie wel komen. Dan kun je gewoon hier televisie kijken of radio luisteren.